Kijk eens wie we daar hebben. Patrick. Goedendag. Welkom. Hoe gaat het? Ja, prima. We de first stage overleefd. Ja, dat vooral, hè. En ja, klaar voor zondag. Laten we hopen. Ja, ik hoop dat je er ook klaar voor bent. Maar ik zie nu wel dat je op je hotelkamer zit. Ik hoop niet dat je helemaal alleen zit daar zo. Nee, ik heb nog een roemmaatje erbij, hè. Danny van Trijp. Oh jee. Ja, die was vandaag wel vroeg op zijn kamer, denk ik. Dat ding, hè? Ja. Nee, dus dat... Nee, dan krijg je dat soort dingen, joh. Dus dat overleven we wel. Oh, gelukkig maar. Gelukkig ja. Maar, want ik denk niet dat je daar op je kamer een beetje zit te Netflixen. Nee, een beetje PlayStation, hè. En een beetje darten. Ja, kijk, daar is hij, hoor. Nee, hey, Danny. Hi. Kijk, dat is goed om te horen. Zeg, hoe heb jij de eerste stage ervaren? Ja, was even wennen. Ja, sowieso heel het concept is natuurlijk even wennen. Je hebt toch wel zoiets op voorhand het idee van ja, first stage, dat ben je wel een beetje aan jezelf verplicht om er door te komen. Hè? Dus enerzijds brengt het ook wel een beetje druk met zich mee. Nou, dat was ook wel een beetje terug te zien in de gemiddeldes. Hè? Dat was niet altijd even super. Maar uiteindelijk op de belangrijke momenten goed genoeg. En ja, blij dat we daarvoor doorheen zijn gekomen. Ja, vorig jaar deed je ook mee met Q-School. Niet stom bedoeld, maar je won maar één wedstrijd over vier dagen. Dacht je niet na dat toernooi misschien van, misschien is de PDC wel niks voor mij. Want na een jaar sta je er gewoon weer. Ja, nou ja, precies. Hè. Dat was natuurlijk hè, in 2019 ook een goede periode. Hè. Vanaf 2018 een beetje jeugdhuiswezen gooien. Geplaatst voor het jeugd-WK, vaak kwartfinale gehaald. En toen nog even met 2019 Eurotourplaatsing, Challenge Tour finale. En dan kan je het lekker doorpakken. Ja, eigenlijk sinds toen vanaf de zomer een beetje in een gigantische dip terechtgekomen. Door omstandigheden. En ja, dat was ook wel terug te zien vorig jaar bij de Q-School. Hè, want het was gewoon zeker niet goed. Toen eigenlijk in Hasselt de Eurokwalificatie begon eindelijk weer een beetje gevoelsmatig goed. Toen kwam de corona en die lijn hebben we helaas niet meer door mogen trekken. Ja, want nu zie je ook gewoon in de resultaten dat het veel beter gaat. Tot twee keer toe de laatste 16. Ja. Nu hebben wij ook wel eens tegen elkaar gegooid, maar toen gooide je niet dit niveau. Nee, hoe heb je Q-School aangepakt eigenlijk dit jaar dan? Ja, nou ja, het was eigenlijk de eerste Q-School gepland stond in januari. Eigenlijk totaal niet het idee dat het zou doorgaan, hè, want ja, alles werd weer slechter. Hè, de maatregelen werden ook verscherpen, dus eigenlijk niet het idee van, je gaat er wel voor trainen, maar eigenlijk in het achterhoofd van, je verwacht niet dat het doorgaat. Nou, vervolgens een beetje met Danny voornamelijk een beetje wezen trainen. Daar hebben we een paar keer goed doorgepakt. En zeker nadat het verplaatst was, hebben we dat... we dat een beetje doorgetrokken. En dat was eigenlijk een beetje mijn voorbereiding. Ja, en hoe is dat nu met trainen? Hebben jullie daar een bord hangen? Hier op dit moment, ja, we hebben een bordje in de slaapkamer hangen. Ja, het is meer een beetje losgooien hier, hè, wat je doet. Wat ik zeg, die zit even 3 dagen niks te doen. Dus als je even een beetje kan losgooien, is goed. Maar echt trainen is natuurlijk niet. Nee, je speelt denk ik tegen elkaar gewoon best of 11. Ja. Dat je goed in je wedstrijdritme blijft. Ja. Nee, dat ga ik niet zeggen. Jullie zijn denk ik nu ook wel een paar andere Nederlanders aan het volgen van Stage 1B. Ja. We houden alles lekker bij op de tablet. Dus een beetje kijken wat er gebeurt. Hè. Ja, want op Final Stage zijn er wel meer dan één tourkaart te vergeven natuurlijk. Je hoopt dat je er zelf eentje bent. Maar welke andere kans hebben zie jij eigenlijk? Ja, nou ja, eentje blijft toch wel mijn roommate. Hè, dat... Danny die heeft eigenlijk heel het jaar vrijwel niks gedaan. Danny doet dat denk ik dit. Kan ik knippen en plakken? Ja hoor, wij kunnen knippen en plakken, geen zorgen. Ja, nou ja, de grootste kans hebben blijven denk ik toch ook wel echt Van Barneveld. Die heeft toch wel weer laten zien waartoe hij in staat is. Die speelde ook gemiddeld, waren gewoon goed. Dus ik verwacht dat hij echt wel een hele grote kans heeft om hem te behalen. Ja, van de toolkaartverliezers, ik denk dat Niels het afgelopen jaar, Niels Sonneveld, het afgelopen half jaar ook echt wel de ontwikkeling heeft doorgezet. En een grote kanshebber is daarvoor. Ja, ze kennen er nog wel 20 op, noemen je dat. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. En dat maakt het ook wel leuk, hè. Dat maakt het niveau is echt heel hoog dit jaar, hè. Ja,
Ja, ja, zeker, zeker. En hoe is het nou om daar te lopen samen met Raymond van Barneveld eigenlijk? Ja, het is toch wel apart. Het is toch iemand die, ik heb natuurlijk niet op het circuit zelf allemaal mogen meegooien. Ik heb één keer een pro-toertje mee mogen gooien weekend, was hij er ook. Ja, je ziet toch wel dat hij nou wel een stuk relaxter overkomt ten opzichte van toen. En dat hij er eigenlijk wel bij loopt zoals hij het zegt. Hè? Van ja, relax, een nieuwe Raymond. Ja. We gaan zien of dat ook zo is. Hè? Maar tot nu toe maakt hij een goede indruk. Zie je dat ook bij andere Nederlanders of Belgen? Of zie je er toch nog wel wat spelers tussen zitten die echt heel gestrest zijn? Heel gestrest zijn, ja. 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 Ik moet zeggen dat nog niet echt overdreven gestrest. Dat vind ik nog wel meevallen. Ik denk zeker ook bij 1A dat eigenlijk... Ja, de meeste naampjes het ook wel hebben gehaald, hè, voor de final stage. En de meeste ook wel een goed niveau, goed gevoel eraan over hebben gehouden. Ja, voor 1B is natuurlijk nog even afwachten. Hè. Er zijn nog wel een paar naampjes die natuurlijk nog geen overwinningen hebben geboekt, die het misschien wel verwacht. Dat is nog even afwachten natuurlijk. Hè. Dat is nog vandaag is nog bezig en morgen nog. En dan kan vanaf zondag het echte stressen gaan beginnen bij de meeste, denk ik. Ja, en hoe ga jij je voorbereiden op final stage? Ik ga vandaag gewoon lekker even genieten alsof het een vrijdag is. Toch even, even een beetje stoom opblazen. Gewoon gezellig een beetje kaarten, een beetje PlayStation. Klein drankje erbij. Morgen gewoon lekker op het gemakkie. En een beetje losgooien nog. En dan gaan we het vanaf zondag gaan we meemaken. Ja, en stel je staat daar zo op final stage natuurlijk. Nou, wat doe jij dan tussen de wedstrijden door eigenlijk? Heb je dan een bepaalde habitat bijvoorbeeld of zo dat je speciaal doet? Ja, een biertje drinken misschien, maar... Ja, precies. Gewoon even rust nemen. Even gaan zitten. Even een biertje nemen. Even naar buiten. Gemakkie. Nou, nu is het natuurlijk ideaal, hè, want de speellocatie zit natuurlijk onder het hotel. Dus bijvoorbeeld de eerste twee dagen was ik om 9 uur op de locatie. Speelde ik pas om 2 uur mijn eerste wedstrijd. Ja, dan kan je bijvoorbeeld ook zeggen, hey, ik ga nog even een uurtje terug op de kamer. Even daar op het gemakje zitten. Dus ja, voornamelijk een beetje losgooien en niet te druk maken. Niet te gezellig maken ook voornamelijk. Hè. En toch gewoon met een doel daar. En de focus erop proberen te houden. Ga je dan ook naar andere potjes kijken of bemoei jij je eigenlijk helemaal niet met wat andere mensen doen? Nee. Op het moment dat ik eruit leg, dan voor de mensen die erbij staan, daar wil ik wel eens blijven kijken. Maar op het moment dat ik zelf in het toernooi zit, probeer ik me daar totaal niet mee bezig te houden. Dan draait het even voor mezelf. Hè. Ik moet zelf presseren. En dan maak ik het even niet uit wat er is doet. Ja, is er verder nog iets opmerkelijks gebeurd? Dat je denkt van, ja, dit heb ik eigenlijk nog nooit echt meegemaakt. Ja, maar met jou gebeurt er altijd wel wat. En met Danny. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, nou, het was natuurlijk de eerste dag. Speelde ik mijn tweede wedstrijd tegen Lorenzo Pronk. 5-8, 5-5. En toen gebeurde het incidentje met Michael van Maastricht, die onwel werd. En dat was toevallig twee banen ernaast. Die partij verloor ik uiteindelijk ook. En Raymond stond buiten, daar komt de ambulance aan. Dat is toch maar even schrikken, hè? Want je moet onwel en dan toch serieus naar het ziekenhuis worden meegenomen. Natuurlijk wel een dingetje. Nou, dag 2, het brandalarmincident. Gelukkig was ik toen net klaar met mijn partij. Nog geen 3 seconden later ging brandalarm af. Dus met z'n allen naar buiten. Ja, dat zijn dan toch wel weer dingetjes. Ik denk van, ja, het gebeurt niet altijd, zeg maar. Nee, want bij de brandalarm hoorde ik ook dat er iemand... was zo'n wedstrijd, stond het 5-4. En er stond iemand te gooien voor 5-5. En toen ging dat brandalarm af. Ja, dan voel je ook wel een beetje lullig, want dan wil je hem gooien, maar dan moet je naar buiten. Ja, precies. En dan moet je toch maar zien als je weer terugkomt, dat het dan nog... Dat deed hij wel. Ja, goed om te horen ook, hoor. Want, ja, je gunt het niemand dat op zo'n manier wordt afgepakt, zeg maar. Hè? Ja, zeker. Ja, maar dat van Michael van Maastricht, dat was niet zo fijn, denk ik. Nee. Dat is toch wel... weet je, dan gun je niemand. Dat is ook iemand die natuurlijk gewoon hier naartoe leeft. Hè? En die ook zijn voorbereiding heeft gemaakt en op zo'n manier hem... Je het eigenlijk ziet wegvallen voor je ogen. Dat is wel, wel lastig. Ja, hij zit daar nu ook in het hotel nog, begreep ik. Heb je verder nog iets gehoord van hem? Nee, ja, voor mijn omstandigheden dat het nog wel goed gaat. Maar dat is toch even schrikken. Ja, nou, het is in ieder geval goed om te horen dat hij het goed gaat. Ja. Wie van deze afgelopen 3 dagen was eigenlijk jouw moeilijkste tegenstander? Ik denk toch wel Kenny Nijens, laatste partijtje. Dat is toch, wat ik al zeg, de eerste dag kom je terug, maak je niet af. De tweede dag trek je de lijn door, pak je al 2 puntjes. En dan de derde dag pak je 4e punt. Hè, dan kun je nog even op het gemak in een partijtje gooien eigenlijk tegen Kenny.
En dan toch weet je dat je, ja, een goed maatje van me ook, hè. En dan wil je toch even alles eruit laten gaan, hè. Even knallen nog. Maar ja, dus toch, onderling was het toch wel een beetje lastig. Ja, je weet met zo'n loting, je kan iedereen treffen. Je had ook Raymond van Barneveld kunnen treffen in de eerste ronde al. Zeker, zeker. En ik weet ook, als ik Kenny had gewonnen, had ik ook tegen Raymond gemogen. En dat is altijd ook wel een stukje extra ervaring, waar je dan weer even meepikken richting die final stage. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat drie dagen toch iets te veel druk gemaakt. Met het stukje onzekerheid, wel halen, ga ik niet halen. En op een gegeven moment tegen Kenny was het ook gewoon was het op. En dan kwam er niet meer uit zoals het uit moest komen. Hè. Het was gewoon te wisselvallig. En dat is dan wel jammer voor jezelf. Maakt het dan wel moeilijk. Ja, nou laten we hopen dat je het beste hebt bewaard voor de final stage. Want daar moet het uiteindelijk gaan gebeuren natuurlijk. Stel, je haalt het nou niet. Wat is dan jouw doel voor dit jaar eigenlijk? Met corona er ook nog bij natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk lastig in te schatten. Kijk, normaal gesproken kan je al zeggen van tevoren. Hè, je hebt 16 challenge tours, je hebt 13 euro tours. Hè, je hebt nog een volle kalender om naar uit te kijken. Om het in ieder geval op de B-route te doen. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Het enige wat je weet is dat ze 8 challenge tours nog voor de zomer willen gaan spelen. Ja, daar is het uiteindelijk het doel natuurlijk stinken de best doen. En proberen kijken of we daar hoog op de ranking komen. En ja, het is lastig. Ja, nou laten we hopen dat het niet nodig is. Nee, precies. Kijk, als je een doelkaart hebt, dan weet je in ieder geval dat de komende 2 maanden gevuld zijn voor je. En dan heb je gelijk je doel ook. Hè. Dan kun je daarmee mee aan de slag. Dat is niet altijd. Is lastig, maar goed, we gaan het zien. Ja, nou we hopen het beste voor je. Ja, precies. Heb je verder nog iets te zeggen tegen de volgers van Dartsblog? Ja, blijven volgen. En voor de rest, we gaan het meemaken de komende dagen allemaal hier. We gaan het zeker meemaken. Hey, hartelijk bedankt. Top, jij ook bedankt hè. Ja, succes zondag. Fijne dag hè. Hey, jou. Jou, Danny.